Er zet een geweldig uit aansneurend jongen in Nijmegen. Dadelijk van het begin al pakken de auto's het initiatief en ik het Scott weer goed verzorgen. De Magics kwamen er in het eerste kwart net aan en Ares koerde ik Utrecht naar een vastsprong van 8 punten. Onder oren tot deze mooie trofdunk van Jamie Miller. Maar gaandeweg het tweede kwart kwamen de Magic beter in de wedstrijd. En benammen door het goed vallen van de treienpunters steden ze bij het skoft voor met 44-41. Dan het derde kwart. Gewoon bij het kwart werd Ares het nogal eens lezen laten wel. Maar dat weer sneeuw wel oors. Door een goede zoneverdiening en goed schieten winnen de Ljouters in de derde kwart de betere ploeg. Uiteindelijk zou de staan 61-68 worden. In Ljouter voordeel met deze mooie treienpunter van Greg Moore. Dan het vierde kwart. En in het vierde kwart verliest Ares langzaam de grip op de wedstrijd. De Magics komen dan ik terug op vastsprong aan het eind van het vierde kwart. Door de score van Michael Flowers. Maar dan even later. Tristan Blackwood uit de hoekenwaai. Ek goed voor treienpunten. Ares waarom in de wedstrijd 89-86. Het antwoord van de Magics is er dan dadelijk ook alweer. Torrey Thomas. Hij brengt het verschil maar minder dan een hele minuut te spelen op 5 punten. 91-86. Hier die score. Door het benutten van een vrije worp is het nu 91-87 worden. Tristan Blackwood. Hij een onmogelijke treienpunter. Zet hij de staan op 91-90. En dan dadelijk de fout op een van de Nijmegenaren. Zodat zij naar de vrije worplijnen matten. Torrey Thomas. Hij maakt het waan. De eerste keer erin. 92-90. Torrey Thomas goed voor 21 punten van Nijmegen deze wedstrijd. Ek de tweede is goed. 93-90. En mij nog 12 tellen te gaan. Balbezit voor Ares. Tristan Blackwood. Hij mat voor de treienpunter gaan. Doch dat ik. De fout. En dus treien vrije worpen. Mij nog treien tellen op de klok. En nu leidt de druk op de schouders van Tristan Blackwood. Hij mat een treienkeer scoren om de verlenging uit te slepen. Maar deze eerste gaat mis. Nou mat die tweede er beslist in. Want oors dan is het een zoer. Tristan Blackwood. Ja, die is rekken. 93-91. En nu is er eens maar niet een optie. De treden missen en dan hoop je dat Ares in de rebound scoort. De treden vijf worp giet mis. De rebound. En daar is hij dan. Miller, hij maakt de tip in. 93-93. Onvoorstelbaar, maar Ares sleept er een verlenging uit. Tjonge, jonge, jonge. Wat een wichtige score van deze Jamie Miller. Dan de overtime. En in de overtime is het Ares wat sterker door het slot van de reguliere wedstrijd het initiatief wegpakt. En dadelijk scoort op een ei Jamie Miller. Dan werd het balbezit van Ares. En op een ei is het Jamie Miller. In de zoemer van de scoreklok zet hij 93-97 op het boord. Dan het balbezit van de Magics op 94-99. Het scot van Flowers. En de tip-in van Humphrey. De topscorer van de Nijmegenaren en ze hebben weer aansluiting. Op een het balverlies voor Ares en de Magics weer. Nicky Hulsebos nou, hij met de simpele score en brengt er mij de stand op 99. Wat een wedstrijd. En mij nog zo'n 20 tellen te gaan, Tristan Blackwood. Hij neemt de verantwoording voor die laatste aanval. Wordt aantikken en krijgt 12 vrije worpen. De eerste gaat er maken. En de tweede is ik goed. 99-101 voor Ares. Een aanval nog voor de Magics. Torrey Thomas. Maar ek nou de fout op hem. Dus 12 vrije worpen. De eerste gaat er makken. De tweede gaat mis. De rebound is daar voor Daryl Monroe. En hij kan het feestje vieren. Ares pakt een wichtige overwinning in Nijmegen. En tanken ze een soort zelfvertrouwen. Ik denk dat we nu ook weer de goede kant op gaan. Dus ik weet nog niet of we weer plaats 5 over hebben genomen van Nijmegen. Maar als dat niet zo is, dan gaan we dat zeker doen. En plaats 4 blijft in zicht, hè? Absoluut. Ja, dat is ook een doel wat ik persoonlijk voor ogen heb. Plaats 4 betekent ook thuisvoordeel in de play-offs. Ja, met nu nog een 14 wedstrijden te gaan en nog steeds die plaats in zicht, dan denk ik toch dat wij daar als team zijn ook voor moeten gaan. Ja.